In Westland Theater De Naald zijn maandagavond de ploegen van Westland Wil Vooruit gepresenteerd. Met 700 leden, dik 120 vrijwilligers en een groot aantal begeleiders en staf de grootste wielerploeg van Nederland. Achtereenvolgend werden gepresenteerd de mountainbike jeugd, de ren jeugd, de ren nieuwelingen, het offroad team, de rendames, de ren junioren, de ren amateurs A en als klapstuk de elite belofte renners. Die laatste groep werd vorig jaar clubkampioen. De verwachtingen zijn daarom hoog gespannen, maar de leiding blijft realistisch. Nou, het zal heel erg moeilijk worden om het afgelopen jaar te evenaren. Als je clubkampioen bent geworden is eigenlijk het hoogst haalbare doel voor een vereniging. We doen natuurlijk ook mee aan de topcompetitie met de elite belofte ploeg. Als we daar ook al goed meedoen en daar het beste clubteam weer worden wat we ook afgelopen jaar waren, dan zijn we echt zeer tevreden. Er zijn er een x-aantal die dit jaar voor goede resultaten kunnen zorgen. Het is ook altijd heel moeilijk om vooraf te gaan zeggen die en die gaan wat doen. Het is altijd moeilijk om uiteindelijk datgene wat je van tevoren wil verwachten, om het ook waar te kunnen maken. Eén daarvan is elite belofte renner Noah van der Meer. Op het podium werd al voorzichtig gevist naar de eventuele overstap richting een professionele ploeg. Maar zover is het tot dusver nog niet. De kracht van Westland Wil Vooruit is vooral het eigen opleidingsprogramma. Wij hebben natuurlijk ook heel veel jeugd. We hebben categorie 1 tot en met 7. En daarnaast nieuwelingen, junioren. Dan gaan we naar de amateurs en elite belofte. Elite belofte is het paradepaardje. Maar we zijn zeer zeker bezig met opleiding vanaf categorie 1. Dat zijn de 8-jarigen. Tot en met de 14-jarigen is de jeugd. En vanaf daar pikken we ze echt heel hard op. En hebben we ook een talentenploeg. Dat is dit jaar weer voor het eerst. Daar gaan we goed mee verder. Zodat ze uiteindelijk een goede belofte elite renner kunnen worden. De renners van WWV zijn dit jaar op tientallen wedstrijden te zien. De eerstvolgende in onze regio is de landelijke jeugdcompetitie mountainbike. Zaterdag 8 april op de Wollebrand in Honslersdijk.